Mevrouw Becker. Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk blijven zitten, maar als je dan zo persoonlijk wordt aangesproken. Meneer Ergin wil vandaag heel graag een debat over de feiten en dat wil ik ook. En ik ben het helemaal met hem eens dat er veel mensen zijn met een migratieachtergrond die het hartstikke goed doen in dit land. En ook dat in dit rapport staat dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Maar erkent hij ook dat het rapport ook zegt dat er verschillende vormen van migratie zijn en dat niet al die vormen van migratie die positieve bijdragen leveren. En zou hij in willen gaan op de passage in het rapport: taalachterstanden en cultuurverschillen belemmeren momenteel de integratie op de arbeidsmarkt, waardoor de netto bijdrage negatiever uitvalt. Dat hangt sterk samen met het land van herkomst. Migranten uit niet-westerse landen hebben in de regel grotere taalachterstanden en cultuurverschillen te overbruggen dan migranten uit westerse landen, waardoor hun netto bijdrage kleiner is. En dat zien we ook, en dat is mijn laatste zin, voorzitter, doordat op dit moment bijvoorbeeld de helft van de bijstand bestaat uit mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Is de heer Ergin ook bereid om op dit soort feiten in te gaan? En is hij het met mij eens dat dat wel degelijk een integratieprobleem is waar we ook wat aan moeten doen in dit land? Ja, voorzitter, als het gaat om de vraag of er een integratieprobleem is, daar hebben we volgens mij vorige week uitvoerig discussie over gevoerd. Wij vinden dat er geen integratieprobleem is. Terugkomend op de passages waar u aan refereert, en ik heb het onderzoek echt met heel veel aandacht doorgenomen. Als dat dezelfde pagina is waar ik ook nu op kom, dan staat er even terug dat we in Nederland, als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt, als het gaat om, zoals CEO Economisch dat noemde, een boete op etniciteit, dat we daar te maken hebben met uitdagingen. Dat we te maken hebben met uitdagingen als het gaat om achterstanden, waar taalachterstand mogelijk een verklaring, dat staat ook in het rapport, mogelijk één van de vele verklaringen zouden kunnen zijn. Dus mevrouw Becker die wijst nu op een aantal zinnen die haar lezing onderbouwen. Ik lees het onderzoek graag integraal. En als ik het onderzoek integraal lees, dan wijst de staatscommissie dat we in Nederland te maken hebben met een situatie waarbij we discriminatie moeten aanpakken. Waarbij we veel meer moeten doen om ervoor te zorgen, ja, dat die superdiverse samenleving die we op dit moment in Nederland zijn en richting 2050 nog superdiverser gaat zijn, dat, ja, we een visie moeten, ja, hebben over hoe we het welbevinden van deze groep gaan bevorderen. Ja, voorzitter, ik vind het zo jammer dat de heer Ergin eigenlijk doet alsof ik hem niet daarin ook helemaal tegemoet kom. En alsof ik dat niet ook vind. Ik vind ook dat discriminatie aangepakt moet worden. Ik vind ook dat als mensen onheus bejegend worden en daardoor geen kansen krijgen, dat ze daarmee moeten worden geholpen. Dus dat ben ik helemaal met hem eens. Maar de heer Ergin riep op tot een debat over feiten. En dan vraag ik hem, en dat zou echt een novum zijn, want dat is nog nooit eerder gebeurd vanuit DENK, om vandaag ook de feiten te erkennen die ook in dit rapport staan. Namelijk een hele grote achterstand van niet-westerse migranten in dit land, die ook veroorzaakt wordt door taalverschillen, door cultuurverschillen. Waar we wat aan moeten doen, omdat we anders, als we straks mogelijk 23 miljoen mensen hebben in dit land, zoals in dit rapport wordt beschreven, we een samenleving hebben waarin groepen totaal langs elkaar heen leven en hele groepen niet meedoen. Wil DENK alsjeblieft ook daarover meedenken wat we daaraan kunnen doen? Ja, voorzitter, kijk, waar ik het niet mee eens ben, waar DENK het echt falikant mee oneens is, dat we mensen met een migratieachtergrond door te shoppen in statistieken, want dat is wat mevrouw Becker hier doet, heb ik haar afgelopen maandag ook op gewezen. Dus als je gaat shoppen in statistieken zonder dat je de context daarbij meeneemt, want de staatscommissie die geeft ook de context weer. Die geeft aan dat je in Nederland te maken hebt met de boete van etniciteit. Dat zijn niet mijn woorden, dat staat gewoon in het rapport. Voorzitter, de staatscommissie geeft aan dat de bevolkingssamenstelling niet leidend is. De bevolkingshoeveelheid niet leidend is, maar de samenstelling. Dus we moeten gaan kijken naar onze arbeidsmarkt. En als we kijken naar mensen met een migratieachtergrond, dan zien we inderdaad dat er sprake is van onbenut arbeidspotentieel. Maar dat komt niet door die mensen zelf. Dat komt door het beleid wat in de afgelopen jaren is gevoerd. En om te beginnen door VVD-beleid, waarbij bijvoorbeeld statushouders niet eens mochten werken, voorzitter. Ja. En niet eens die vergunningen kregen. Dank u wel, meneer Ergin. Dan gaan we luisteren naar de volgende spreker van de zijde van de Kamer. Dat is de heer Timmermans van de fractie GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een groot compliment aan de